Zo te zien zijn jullie er helemaal klaar voor. Ja, eigenlijk wel. Waarom een last minute? Nou, we hadden nog niet echt plannen of zo. En toen kon ik eigenlijk een week niet werken. En we hadden gewoon niet echt iets te doen. Dus we dachten, nou, gaan we het gewoon proberen. Ja, we wisten eigenlijk nog niet waar we naartoe zouden gaan. En we dachten, nou, dat boeken we wel vlak voor vertrek. Dus vandaar ook dat het een last minute geworden is. En we hebben nu drie opties. En dan gaan we even thuis bekijken. En dan gaan we boeken. En waar gaat de reis naartoe? We gaan naar Lanzarote. Dus op het laatst nog even geboekt. Wanneer gaan jullie weg? Donderdag. Wat zijn jullie wensen? Zon eigenlijk. Zon. En niet te lang. Zeg maar. We willen eigenlijk niet snel maar maandag terug zijn. Ik las in de krant dat het aanbod van last minutes beperkt is op dit moment. Klopt dat? Zo, door het slechte weer in Nederland zijn er enorm veel mensen die op het laatste moment nog weg willen. Nou, wij bij D-Reizen hebben het al behoorlijk druk gehad, maar we kunnen nog steeds het nodige aanbieden. Wat is de meest populaire bestemming? Op dit moment is dat nog steeds Turkije. Het is toch een redelijke prijs en het grootste aanbod. Ik hoor net dat het gelukt is. Ja, inderdaad. Ja, we kwamen buiten en het werd bewolkt en regen en zo. Ik zeg tegen mijn vrouw, we gaan terug, we gaan gelijk boeken. Dus vandaar, we zijn weer terug. En wat is het geworden? Mallorca. Mallorca. Wanneer gaan jullie weg? De 8e. Dus we zijn er helemaal klaar voor. We hebben er zin in.